Harry van der Kamp uit Almere, 64 jaar. Van der Kamp is wereldwijd bekend als basbariton in de barokmuziek, oude muziek. Hij kreeg 2 Edisons voor het documenteren en opnemen van al het vocale werk van Swelinck. Swelinck is Nederlands grootste componist. Van der Kamp treedt op in heel Europa en is een grootheid in Duitsland. Vandaag geeft hij een concert in de Grote Kerk in Naarden. Als Van der Kamp thuis is, is hij aan het studeren om nog meer te leren over zijn passie voor de oude, echte muziek. Wat speelde u nu net? Oh, dat zijn ligature, durezze e ligature van de Mac, Giovanni de Mac. Dit is rond 1600. Oud. Oud, kan je zeggen. En dit soort muziek vindt u extra mooi? Nou, ik vind het extra mooi. Ik vind het bijzonder. Ik zong in het studentenkoor van de Vrije Universiteit. Maar ben pas wat later de weg opgegaan via het conservatorium. En ja, het is gewoon een prettig gevoel om te kunnen zingen, datgene wat je voor je ziet, aan noten en aan muziek. En om dan mee te maken dat jouw stem er iets toe doet in een samenklank. En hoe heeft u zich nou voorbereid op vandaag? Ik heb ongeveer 2 uur ingezongen, want anders is het niks. Vanmorgen? Ja. En dat is eigenlijk alles, want het programma hebben we al een paar keer gedaan. Want is de stem inderdaad, die moet echt warm worden? De stem moet wel even wennen weer aan klinken. En wat is klinken? Dat is, nou, als je 's ochtends opstaat, kun je misschien zelf ook, heb je misschien zelf ook ervaring mee, dan wil het nog wel eens wat roestig en wat verslijmd en niet soepel zijn. En ja, dat ga je dan even weer opwarmen. Ik zocht mijn edels licht. Lass ons mal een andere variante maken. Mijn hele zangcarrière gaat er eigenlijk over dat je probeert de muziek zo sterk mogelijk op het podium te brengen. Dat houdt in dat je je verdiept in bepaalde manieren van uitvoering en hoe kom ik het dichtst bij wat een componist bedoelt. De muziek die u zingt is niet altijd even toegankelijk. Nee, ik hoor ook dat dat niet altijd het geval is, ja. Die muziek spreekt u altijd wel aan dan, die oude muziek? Nou, laat ik zo zeggen, in het algemeen moet je zeggen dat de muziek die je uitvoert, die moet je eigenlijk wel aanspreken, anders kan je het ook niet eens uitvoeren. Zo, anders komt het niet goed eruit, zeg maar. Nee, anders gaat daar iets mis. Want is dat te horen inderdaad als u toch een keer een stuk zingt waarvan u zelf denkt van ja? Nou, Of doet u dat gewoon niet? Ik hoop het niet, maar ach, het komt wel eens voor dat je een stuk doet waarvan je eigenlijk denkt, nou ja, zo fantastisch vind ik het niet.
je doet je best. Vandaag ook, het zijn geestelijke liederen. Zingt u dat dan ook anders dan als het een andere inhoud heeft? Nou, dat is, ja, je verleent aan ieder stuk, of het geestelijk of eerlijk is, verleen je een zeker karakter. En in dit geval zijn het weliswaar officieel bijbelteksten, maar ze hebben ook toch wel een wat wereldlijke kant, die zich dan vergeestelijk, dus daar geef je een soort uitdrukking aan die je zelf passend vindt. Ja, u heeft voor uw werk over Swelinck heeft u twee Edisons gekregen. Het is absoluut eervol om een Edison te krijgen. Het geeft dus ook weer extra aandacht voor Swelinck. Zeker. En dat vindt u zeker belangrijk. Nou, ik zou zeggen dat iedere Nederlander die iets met muziek heeft, Swelinck als enige componist van internationale allure, een beetje gezet in zijn tijd natuurlijk, is het de grootste componist die Nederland heeft voortgebracht. Waarom is het belangrijk dat wij die oude muziek kennen? Het is belangrijk omdat er een soort logica zit in de volgorde van de geschiedenis. De muziek ontstaat op een zeker moment. Ik noem maar wat, een bepaalde stijl. Dat ontstaat en dat werkt verder door in de geschiedenis. Als je nou ergens halverwege of op drie kwart van dat spoor begint, dan mis je de hele voorgeschiedenis. En dan begrijp je ook soms niet waarom bepaalde dingen op dat moment zo worden geconstrueerd, gecomponeerd. En bovendien, het is ook zo interessant. Ik bedoel, je doet het ook een beetje voor de lol, zullen we maar zeggen. Dat je weet van dat je iets gaat begrijpen van waarom wordt bij Mozart dit of dit of dit zo gedaan. En waar komt het eigenlijk vandaan?